heel dikwijls de vraag. Bij elektrisch potentiaal hebben we verschillende manieren om die te berekenen. Wanneer kies je welke methode? Laten we eerst een keer gaan kijken naar elektrisch potentiaal, hoe dat gedefinieerd is. Wat we eigenlijk hebben is dat een elektrisch potentiaal gedefinieerd is bij een conservatief elektrisch veld. Bij een conservatief elektrisch veld is de lijnintegraal van het elektrisch veld tussen A en B langs een bepaald pad, onafhankelijk van de keuze van het pad. Dus dat wil zeggen, als ik hier zo krom ga, of zo recht ga, of zo ga, dat die lijnintegraal altijd dezelfde is. En we kunnen die schrijven als een potentiaalfunctie in de bovengrens min een potentiaalfunctie in de ondergrens. En de elektrische potentiaal wordt nog gedefinieerd met een extra minteken. Meestal wordt er ook, dus eigenlijk is het alleen een potentiaalverschil die gedefinieerd is. En een potentiaalverschil wijst dus op de aanwezigheid van een elektrisch veld langs heen dat pad. Dus potentiaalverschillen betekent er zijn elektrische velden, conservatieve elektrische velden aanwezig. Als het elektrisch veld niet conservatief is, kan die lijnintegraal ook gedefinieerd worden, maar kan er geen potentiaalfunctie aangehangen worden en dat zullen we dan elektromotorische kracht verder noemen. Of elektromotorische spanning. Goed, maar hier hebben we het dus over een potentiaal. En wat is dus nog een eigenschap van die potentiaal? Dat men de gradiënt van die potentiaal het elektrische veld zelf is. Dus stel dat we een potentiaal moeten gaan berekenen, of een potentiaalverschil beter gezegd, dan kunnen we dat doen door die lijnintegraal van het elektrisch veld te gaan berekenen. Dan moeten we ook een referentie kiezen en meestal wordt die referentie op oneindig gekozen. Dus dat wil zeggen dat we altijd onze integraal zullen moeten berekenen van dat referentiepunt naar het punt waar we de integraal zullen, waar we de potentiaal willen kennen. Wat een tweede manier om de elektrische potentiaal te gaan berekenen, dat is met behulp van elektrische potentiaal van een puntlading. Dus in de theorie is afgeleid dat je de elektrische potentiaal van een puntlading, waarbij dat je als referentieniveau oneindig kiest, kunt gaan bepalen. Als je nu meerdere puntladingen hebt of je systeem opbouwt uit meerdere puntladingen, dan kan je die elektrische potentiaal gaan zien als de som van al die potentialen en dan krijg je uiteindelijk een integraal die je moet gaan oplossen. De twee manieren geven altijd hetzelfde resultaat. Het kan wel verschillend, het is verschillend qua aanpak. Dus welke manier dat je kiest, hangt eigenlijk vooral af van hoe gemakkelijk dat je het elektrisch veld kunt gaan berekenen. En dan gaan we een keer gaan kijken naar het elektrische veld. Op hoeveel manieren kunnen we dat gaan berekenen en wat zijn de mogelijkheden? Goed, voor het elektrische veld hebben we een eerste manier en dat is met de stelling van Gauss. En die zegt dat de flux doorheen een gesloten oppervlak is de ingesloten lading gedeeld door epsilon. Die flux doorheen dat oppervlak, ja, daar kunnen we niet direct het elektrisch veld mee gaan berekenen, behalve als er voldoende symmetrie aanwezig is. En wat bedoelen we met symmetrie? Symmetrie, dat kan zijn een spiegeling, dat kan zijn een rotatie, dat kan zijn een translatie, dat kan een puntspiegeling zijn. Dat kan eigenlijk van alles zijn, maar het moet op zo'n manier zijn, zodat dat E-veld een constante wordt en dus voor de integraal kan gebracht worden. Laten we eens een keer kijken naar een voorbeeld. Stel dat we een oneindig lange draad hebben. Wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we ons Gauss-oppervlak kiezen volgens de symmetrie van die draad. Een cilinder daar rond. Een cilinder met twee deksels erop. Hier een deksel en daar een deksel. Want we hebben een gesloten oppervlak nodig. Goed, wat weten we nu uit symmetrie? We hebben een spiegelsymmetrie, we hebben een oneindig lange draad, dus we hebben een spiegelsymmetrie links-rechts. Dat wil zeggen dat ons elektrisch veld loodrecht op die draad zal moeten staan. Ja, want als ik die draad spiegel, als ik, stel dat mijn veld zo zou staan, als ik het spiegel zou ik zo hebben, heb ik niet dezelfde richting.
Dus we hebben een spiegelsmerkkoppel bij magnetische velden. Dan loopt er een stroom door die draad en dan kan je niet zomaar meer gaan spiegelen. Dus daar veranderen de dingen. Maar bij een elektrisch veld hebben we die spiegelsymmetrie. We hebben ook een translatiesymmetrie. Als we hier kijken of zo opgeschoven, dat is allemaal hetzelfde. Dus ons elektrisch veld is hier, hier, overal even groot. En een rotatiesymmetrie. Dus als we hier ronddraaien, hebben we ook overal hetzelfde elektrisch veld. Dus dat wil zeggen dat het elektrisch veld op die mantel van ons goudsoppervlak constant is. Wat hebben we nog? We weten dat het elektrisch veld hier op dat zijoppervlak zo naar ginder staat. Maar dat ons DA, een stukje oppervlak, hier loodrecht op, staat. DA staat altijd loodrecht op het oppervlak, hier loodrecht dus op de I zal staan. Dat betekent dat we het oppervlak in drie stuk kunnen splitsen. Een linkerzijvlak, een rechterzijvlak en een manteloppervlak. En voor het linker- en rechterzijvlak zal die flux 0 zijn, omdat I en DA loodrecht op elkaar staan en het scalarproduct dus 0 wordt. Dus dat wil zeggen in dit geval dat we hebben de integraal over de mantel. Die E is constant, evenwijdig met de DA, is gelijk aan de ingesloten lading over epsilon 0. En nu hebben we wel alles in handen om die E te kunnen gaan berekenen. Dus die symmetrie is belangrijk. Dus hoe kunnen we nu symmetrie gaan hebben? Een eerste manier is gewoon omdat het systeem zelf symmetrie heeft. Een tweede manier is als er ergens een geleider in de buurt is die symmetrie heeft. Dus stel dat we bijvoorbeeld een aantal puntladingen hebben. Dus dat is hier het eerste voorbeeld. Het heeft gewoon symmetrie. Dit is hier een tweede voorbeeld. Een geleider met symmetrie. Dus ik heb hier een aantal puntladingen. En stel nu dat ik daar een geleidende bol rond heb. Wat gebeurt er in een geleider? In een geleider gaan ladingen zich herschikken op zo'n manier dat het elektrische veld nul is in die geleider. Dat betekent ook dat die geleidende bol een equipotentiaal oppervlak wordt. Dat wil zeggen dat dat hier allemaal dezelfde potentiaal heeft en eigenlijk vanaf dat je buiten de bol bent, is er die symmetrie gecreëerd door deze geleider. Je zou dat een beetje kunnen gaan vergelijken met stel dat je op kamp bent en je hebt hier verschillende kampvuren. Iedereen wil eigenlijk om hetzelfde warmte te hebben rond zo'n kampvuur gaan zitten. Stel dat je zegt van ah, nee, ik wil één grote kring, dan zou je daar iets rond kunnen zetten die die warmte gewoon mooi geleidt. En dat doet dat er niet toe waar we binnen die kampvuren staan. Daar rond is alles mooi symmetrisch qua temperatuur. Goed, dus hoe kunnen we dit ook nog gaan doen, symmetrie gaan creëren, dat is eigenlijk een combinatie van de wet van Gauss en de superpositie. Stel dat we een isolator hebben en die is positief, die is bolvormig en positief geladen, maar er zit een gat in en we moeten hier het elektrisch veld gaan berekenen. Ja, door dat gat zijn we eigenlijk alle symmetrie kwijt. Maar wat kunnen we nu wel gaan doen? Doordat we kunnen zeggen dat het eigenlijk een positieve geladen bol is, met daarin een negatief geladen bolletje. Nu kunnen we voor deze een Gauss-oppervlak kiezen volgens de symmetrie van deze bol. Voor deze een Gauss-oppervlak volgens de symmetrie van deze bol. Voor dit vinden we dan een elektrisch veld loodrecht op deze bol. Voor hier vinden we een elektrisch veld naar dat gat toe. En superpositie zal dan zeggen dat het totaal elektrisch veld de vectorsom van dit, van deze en deze zal zijn. Goed, dus de wet van Gauss, heel interessant om op een snelle manier elektrische velden te gaan berekenen in de aanwezigheid van voldoende symmetrie. Een tweede manier om elektrische velden te gaan berekenen dat is bij behulp van superpositie. En dat is diezelfde superpositie als we ook bij de potentiaal gingen gaan doen.
Superpositie, dat is eigenlijk gewoon, we delen alles op in stukjes en we gaan de bijdrage van elk stukje gaan berekenen en we tellen zo alles op. Een derde manier om elektrische velden te gaan berekenen is eigenlijk het omgekeerde van wat we daarnet deden. Net zei ik, als we eerst een elektrisch veld hebben, kunnen we daarmee de potentiaal gaan berekenen. We kunnen het ook omgekeerd doen. We kunnen eerst de potentiaal gaan berekenen met superpositie. En dan met de gradiënt van die potentiaal gaan berekenen, wat dan het E-veld is. Dus dat zijn eigenlijk de drie manieren om een elektrisch veld te gaan berekenen. Met behulp van de wet van Gauss, met superpositie. Of een combinatie van wet van Gauss en superpositie. En dan via de potentiaal. Goed, laat ons nu dichter gaan kijken naar superpositie, wat dat eigenlijk de verschillende stappen zijn binnen superpositie. Stap 1 bij superpositie. Is altijd uw ladingsverdeling gaan opdelen in stukjes waarvan je de potentiaal of het elektrisch veld of als je magnetische velden waaruit je eigenlijk herkent. Dus opdelen in stukjes. Stel bijvoorbeeld dat we een lange lijn hebben, dan gaan we die zo gaan opdelen in allemaal kleine stukjes. Een lange lijn, dat is eigenlijk een draad, is eigenlijk iets 1D. We gaan dat gaan opdelen in kleine stukjes. En wat krijgen we? We krijgen iets. We krijgen punten over. Stel nu dat we een plaat hebben, dan kunnen we die ook gaan opdelen in lijnen. En dan hebben we iets 2D. Opgedeeld in lijnen hebben we iets 1D over. Diezelfde plaat zouden we ook kunnen gaan opdelen in allemaal hele kleine stukjes, zowel in de ene richting als in de andere richting. En dan hebben we iets 2D, we zijn gegaan naar 0D. En dan hebben we nog kleinere stukjes. Dit hier kan alleen maar als we het elektrisch veld van al zo'n stukje draad zouden kennen. Anders gaan we eigenlijk dit. We kunnen ook opdelen in stukjes volgens draden en dit stukje eigenlijk op die manier opdelen, dat is eigenlijk uw herhaalde de meervoudige integratie dat er dan zal inkomen. Goed, als we kijken, dan kunnen we bijvoorbeeld een ring gaan opdelen in kleine stukjes, dat is ook van 1D naar 0D. We kunnen ook een kubus gaan opdelen. In bijvoorbeeld allemaal platen, dan gaan we van 3D naar 2D. We zien eigenlijk dat we altijd hoe meer dat we kunnen op gaan delen in stukjes en het aantal dimensies dat we zullen verminderen. Dus hier is dat min 1 dimensie, hier is dat ook min 1 dimensie, hier is dat min 2 dimensies, hier is dit min 1 dimensie, hier is dit min 1 dimensie. We zouden ook kunnen onze kubus gaan opdelen in allemaal kleine stukjes. Dan gaan we van 3D naar 0D, dan is dat in 3 dimensies. Of we zouden een schijf kunnen gaan opdelen in ringsjes, dan gaan we van 2D naar 1D. Hier het aantal dimensies dat we verminderen, dat zal het aantal parameters zijn die we in een latere stap zullen nodig hebben. Goed, maar dus we gaan kijken hoe gaan we gaan indelen in stukjes en van elk stukje weten we hoe dat we de bijdrage kunnen gaan berekenen. Dus dat zal eigenlijk de tweede stap zijn. De bijdrage van elk stukje. En heel dikwijls zullen we dan een stukje lading nodig hebben. En een stukje lading, als we een lading hebben, dan hebben we een lading per lengte-eenheid maal zijn lengte. Zal dan de lading zijn als ik een lange draad heb. Als ik dat is eigenlijk hetgeen hierbij hoort, als ik het zo in stukjes gedaan heb. Stel dat ik nu een plaat opdeel
en lijnen. En ik moet de lading van zo'n lijnen gaan hebben, dan weet ik, ik had een lading. Per oppervlakte eenheid maal de oppervlakte van zo'n stukje. Stel dat dit hier L is en dat dit hier bijvoorbeeld DX is. Dan zal dat sigma keer L DX zijn. Stel dat ik niet de totale lading nodig heb, maar de lading per lengte eenheid. Dan kan ik die lading, die sigma L DX, delen door zijn lengte. En dan weet ik dat mijn D-lambda sigma DX is. Dus we zoeken de bijdrage van elk stukje. En daar gaan we altijd de lading van nodig hebben. Of ja, in later hoofdstukken het stukje stroom die erdoor gaat, als je magnetische velden bijvoorbeeld moet berekenen. Maar dus bijdrage van elk stukje, en dan moet je de relevante parameter voor dat stukje gaan schrijven als functie van de dimensies van dit kleine stukje. Goed, de derde stap, dat is eigenlijk gaan kijken, er is een vectorgrootheid dat ik moet gaan berekenen. Bij een potentiaal is dat scalaire grootheid, dus dan kan je die stap overslaan. Bij een elektrisch veld, dat is een vectorgrootheid. Dan moeten we component per component gaan kijken. Ik ben eigenlijk nog iets vergeten bij stap 2. Ik had nu de bijdrage van elk stukje. Dat is eigenlijk van één stukje dus. Soms kunnen we ook twee stukjes samen nemen. Als symmetrie helpt. Bijvoorbeeld hier voor die lange lijn, als ik hier het elektrisch veld moet gaan berekenen en ik heb het elektrisch veld van dat stukje, dan staat dat zo. Het is interessant om dat stukje daarbij te nemen, want dan gaan die componenten, die verticale componenten, elkaar compenseren. En we kunnen eigenlijk voor elk stukje hier een stukje hier gaan zoeken. Dus het is interessant hier om die stukjes samen te nemen, zodat we al direct zien van, ah ja, er is één component van het elektrisch veld die wegneemt, wegvalt. Goed, dus hier in stap 3 nu is de vectorgrootheid. Is de vectorgrootheid, dan gaan we component per component, want vectoren, dat tel je op, component per component. Dus dat is een stap dat je zeker niet mag vergeten. Wie deze stap eigenlijk vergeet, die heeft niet door dat hij met vectoren aan het werken is en wat dat vectoren, rekenen met vectoren wil zeggen. En dat is eigenlijk wel een heel zware fout op een examen. Goed, de vierde stap. Dat is alles schrijven in functie van één parameter. Of twee, of drie, afhankelijk van hoe je in stap 1 je opdeling hebt gemaakt. Dus dat wil zeggen, als je één dimensie naar beneden gegaan bent, één parameter, twee dimensies naar beneden, twee parameters, drie dimensies naar beneden, drie parameters. Die alles, dat is alles die afhankelijk is natuurlijk. Dus dat wil bijvoorbeeld zeggen, als ik hier mijn rechte draad zo opgedeeld heb in stukjes, en ik moet hier het elektrische veld, dan zou ik als parameter kunnen deze x nemen, maar ik zou ook deze hoek kunnen nemen, of ik zou ook deze hoek kunnen nemen. Dus ergens kiezen we een parameter, en die dx dat ik hier heb, die moet ik dan ook schrijven als functie van de parameter. Dus dan zoek je een verband bijvoorbeeld tussen x en deze hoek. Als die, dan is deze vast. Dus als je een verband zoekt tussen deze afstand en deze hoek, dan gaan we via deze constante een afstand en kiezen we voor een tangens. En op die manier heb je een verband tussen x en deze hoek. En kun je ook tussen dx en d theta gaan zoeken. Dus alles die veranderlijk is als functie van diezelfde parameter. En dan de laatste stap. Dan hebben we eigenlijk een f als functie van die ene parameter. Dnd alpha, dat zal ook wel een functie van die parameter zijn. En als we dat sommeren, dan wordt dat een integraal. En de grenzen, die worden eigenlijk bepaald door hoe je die parameter hier op je figuur gekozen hebt. Dan heb ik een x hier laten starten. En die draad gaat bijvoorbeeld van daar tot daar. Dan is dit L over 2 en dit L over 2. Dus ik ga dan van min L over 2 tot plus L over 2. Dus die grenzen hier, die hangen eigenlijk af van hoe je je parameter gekozen hebt in stap 4. Had ik
iets in twee dimensies, dus had ik hier bijvoorbeeld in die stap iets in twee dimensies, ja, dan gaat er hier een dubbele integraal komen die integreert over die twee parameters. Goed, laten we eens een keer gaan kijken naar een voorbeeld. Type 1 voor een elektrische potentiaal, een oefening die ook in de oefenzittingen aan bod gekomen is. Dus wat hebben we hier? We hebben hier een geladen bol en we zoeken de potentiaal op een punt binnen die geladen bol. Die bol is uniform geladen. En we zoeken dus de potentiaal. Wat kunnen we doen? We kunnen eerst met de definitie, dus we gaan het elektrisch veld gaan integreren van een referentiepunt die op oneindig ligt naar een punt waar we de potentiaal zoeken. Ik ga die integraal omdraaien omdat ik dat net iets gemakkelijker vind, dus dan gaat ons pad hier draaien. En ik ga dat pad opsplitsen in twee stukken, eentje van Rp naar R0 en eentje van R0 naar oneindig. We vullen de uitdrukkingen voor het elektrisch veld in die in het boek afgeleid staan en we rekenen die integraal uit en zo vinden we de potentiaal. Goed, wat is de andere manier? De andere manier is met superpositie. Doordat ik hier een bol heb, werk ik met sferische coördinaten. Ik heb hier mijn punt gelegd op de z-as, omdat dat voor mijn sferische coördinaten net iets gemakkelijker is. Ik kan mijn assen draaien zodat dat altijd overeenkomt. En ik moet berekenen 1 over 4 pi epsilon 0 dq over l met l de afstand van p tot een punt op mijn bol. Wat heb ik hier eigenlijk gedaan? Ik heb hier de bol verdeeld. Ik ben van 3D naar 0D gegaan, naar punten. En ik heb eigenlijk in sferische coördinaten gewerkt. Dus ik heb alles naar punten gebracht en de bijdrage van één stukje is dan dq over l en l de afstand tussen die p en die q. Ik heb drie parameters in sferische coördinaten, de dr, de dθ en de dφ. En daar komt nog mijn Jacobiaan bij. En hier heb ik het sigma geschreven. Eigenlijk was rho misschien een beter symbool als mijn ladingsdichtheid. Goed, die afstand als functie van die drie parameters. Ik ga als parameter starten met mijn gewone coördinaten x, y, z. En mijn z is r cosinus phi. Als ik dit helemaal invul, dan krijg ik uiteindelijk voor mijn afstand tussen mijn twee punten x kwadraat plus y kwadraat plus z min die rp kwadraat. En als ik dat verder uitreken, krijg ik mijn r kwadraat, rp kwadraat, min 2 rp r cosinus phi. Dus ik heb hier alles gezet als functie van de phi, de r. En de tijd komt daar niet in voor, wat eigenlijk betekent dat ik eigenlijk die integraal over tijd dat direct kan gaan uitrekenen. Dus nu mijn bijdrage, som van alle bijdragen, die integraal uitrekenen. Dat is redelijk wat werk in dit geval. Dus hier een goede substitutie doen. De integraal over phi heb ik eerst uitgewerkt, dan mijn integraal over r. En wat krijg ik hier? Ik krijg hier een wortel van een kwadraat. Dat is eigenlijk hetzelfde als de absolute waarde. En zeker bij r min rp zal dat ervan afhangen als mijn punt, mijn r, dichter bij rp ligt of verder van rp ligt. Dus ik heb dat opgesplitst in twee integralen, een integraal van 0 tot rp en een integraal van rp tot r0. Dit verder uitwerken en uiteindelijk bekom ik hetzelfde resultaat als het resultaat dat we bekomen waren met behulp van de definitie. Je ziet hier dat dat eigenlijk heel wat rekenwerk is, dat dat ook niet zo'n eenvoudige integraal is. Dus hier is het veel interessanter om gebruik te maken van de symmetrie en uw elektrisch veld te berekenen met behulp van de wet van Gauss. Heb je echter een ladingsverdeling die helemaal geen symmetrie vertoont, dan is het veel gemakkelijker om superpositie te doen op het niveau van de potentiaal en daarna minder gradiënt te berekenen om het E-veld te gaan berekenen. Dan het elektrische veld waar ik component per component moet gaan werken en dus eigenlijk drie integralen zou moeten gaan uitrekenen.